Ja, ik ben als buurman om de hoek. Dat is mijn buurvrouwtje. Ben ik met de hond in aanraking gekomen dat er de twee honden speelden. Dat we aan het wandelen waren. En wat nou heel erg leuk was, dat klikte een beetje. Omdat ze zei, nou wat leuk, mijn hond speelt daar een beetje. En ik zei, nou, waar woon je dan? Ik zeg, want we kunnen misschien meer samenlopen. Nou, toen hebben we een heel stuk gewandeld in de rond. En toen kwam ik bij met de hond. Dat ik zeg, nou wil je een kopje koffie, werd mij aangeboden. Toen kwam ik binnen, toen zag ik dit orgeltje staan. En toen zeg ik, oh wat leuk, doe je dat? Ja, zegt ze. Ik speel orgel, dat heb ik gedaan in de stad. En het leuke van alles was dat, ik zei, oh dat lijkt me nou hartstikke leuk om dat ook te doen. Ze zei, nou misschien kunnen we dat wel eens proberen. En toen hebben ze me helemaal opnieuw laten stemmen, omdat ze het een paar jaar niet gedaan had. Omdat, ja, een beetje veel verdriet en dergelijke dingen. Nee, ik heb helemaal geen veel verdriet gehad. Nee, nou, dit toch over die, over dat hij dood was, die ene. En, Wie? Dat werd met je liep, dat je daarmee samenwerkt. Die zijn er niet dood, kom je die mee. Ene toch? Die dikke. Oh, Kees. Nee. Eén van de twee toch? Ja, maar die heb ik daar echt nooit mee gewerkt. Kom je oh. Erbij? Dus ik heb oh, dat dacht ik. Oh, nee, dat die oudste manse, die werkte eerst voor Jaapie. En die is toen daarna voor mij gaan werken na dat jaar. Opnieuw helemaal? Ik heb haar leren kennen door met mijn hond. Het leuke was dat ik met de hond samen liep en dat ik een gesprek met haar gehad heb. En toen kwam het erop neer dat we samen door naar huis gewandeld zijn, dat ze bij mij om de hoek woonde. Dat het zo gezellig was. En toen zag ik dat orgeltje staan. Ik zei, oh wat leuk dat je dat doet. En ik zei, nou dat zou ik ook wel leuk vinden om te doen. Dan ga ik voor je man zeggen. Nou zegt ze, dat lijkt me hartstikke leuk. Dat was een paar jaar gestopt en enthousiast, dat was ze weer. En toen zijn we samen op een overdekte markt hier, zijn we toen gaan staan. En daar werd ze gevraagd om met dat orgeltje te draaien. Toen heb ik gemalst en toen heb ik met mijn smoking en al die dingen weer heb ik gestaan. En dat was heel erg leuk. Het gevolg dat we zijn nu met Israël met plannen bezig. Om nog meer uitgebreid toch de oude route weer op te nemen. En zo in de kerk knappen. En dat is hartstikke leuk. Dus gevraagd als ik dat aan mee wil werken. En hierbij heb ik ja gezegd. Dat vind ik heel erg leuk. Dus we gaan samenwerken. Dankjewel.